Diana's Life het acryl vergieten. Je zou bijna denken dat ik jarig ben of dat er een feestje is, maar dat is er niet. Inmiddels, als je meer video's kijkt over acryl vergieten, zie je bij de een na de ander, zie je dat zij gieten door middel van een ballon te dopen in het verf. Ik kan wel zeggen het is, hè, dat het van iemand afkomt, maar het zijn er nu zoveel. Ik weet niet, mijn excuus, wie er ooit mee begonnen, maar je ziet het overal. En ik dacht, ik wil het ook gaan doen. Ik had gehoopt dat ik nu ook feest had gehad, dat ik een ander huis had gehad. Maar dat gaat helaas niet door. Maar ik ga er wel wat leuks mee doen. Dus we gaan beginnen. En je kan dit ook weer op verschillende manieren doen. De een, nou ja, we gaan wel zien hoe ik het nu ga doen. Ik heb er wel een blaadje fotopapier naast gelegd. Omdat misschien doe ik het met zo'n paddel. Doe ik hier eerst kleurtjes erop en druk ik dan de ballon erin, of ik leg hier de verf en doe ik het andersom. Wat ik wel eens deed met een mallet smash reverse, dan deed ik hier, ging met mijn hamer in en sloeg ik het daarop. Maar ik ga natuurlijk eerst even mijn canvasplankje met verf voorzien. Het ligt hierop, er zit een laagje verf op. Nu ga ik, heb dus een grote ballon en een kleine ballon, want hier zit natuurlijk een puntje aan en hier niet. En ik denk dat die grote ballon, dit doek, ik ga met die kleine beginnen. Alleen zit er wel een puntje in. Wat ga ik doen? Ik ga toch beginnen met zo'n... Dus deze gebruik ik nu niet, maar ik laat hem toch even liggen. Want nee. Ik ga hier... Zie je, is toch... zie ik daar nog het wit van mijn canvas doorheen komen? Dat is niet de bedoeling. Ik ga hier gewoon beetjes verf op leggen. En dan ga ik vervolgens mijn ballon erin doen. Dus dit is zwart metallic. Dus dat glinstert een beetje. Dus dan ga ik even drie paddels maken, zoals ze dat noemen. Zo, dat is te zwart. Even kijken, kan ik die daar kwijt? Veeg ik hem even af. Ja, sommigen doen dit met zo'n pipetje. Maar die heb ik wel. Maar die kan ik even niet vinden. Dan hebben we nog een klein beetje geel. Oh, die had ik eigenlijk als laatste willen doen. Zat in mijn hoofd. Maar zo zie je maar weer. Als je nadenkt, hoort het helemaal niks. Zo. Dat is mijn beetje geel. En dan hebben we ook mijn mooie paars. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden. Ik heb het namelijk voornamelijk op een witte achtergrond gezien eigenlijk. Nou ja. Wie weet. Ik vind het toch leuk om te proberen. En zo, als het niks wordt, weten jullie ook inmiddels dat ik uiteindelijk ben ik 9 van de 10 keer ben ik uiteindelijk tevreden. Niet over de manier waarop het gaat, maar wel wat het resultaat is. En ik laat jullie natuurlijk altijd, ja, nu geef ik jullie ook weer een idee wat je dus met de verjaardagsballonnen kan gaan doen. Ik heb speciaal ballonnen even moeten bestellen. En ik moest toch wat van de Zenox hebben. Inclusief een nieuwe brander, want dit is mijn oude brander. Dus ik moet elke keer dit dingetje omdoen, waardoor elke keer heb ik precies een hoekje in mijn nagel eruit. Dus ik heb toch een nieuwe besteld. Oh, zie je? Ondertussen begint het verf al te werken, zie ik. Zo, nog een beetje rood erbij. Nou, het zijn natuurlijk niet echt van die hele nette... Sommigen maken keurige nette rondjes. Jullie kennen me. Wat ik ook ga doen. Ik heb hier ook nog een beetje van dat. Oh, dat doe ik er misschien zo meteen op. Ik heb nog een beetje van de Paramour wit. Oké, we gaan mijn ballon pakken. Zo. En dan ga ik hem dopen. Zo erin duwen, volgens mij. En dan druk. Oh, kijk. Dan druk ik hem gewoon nu even. Oh. En dan druk ik hem. Wauw! Oh, kijk. Die is al mooi. Oh! Ik veeg hem heel even af. Oh, oh, oh. Ik ben zeer onder de indruk. En ik vind het jammer dat ik er siliconen in heb gedaan. Zie, is eigenlijk dus net als met de hamer, heb je geen siliconen nodig. En kijk, op een papiertje, maar dan zie je dus hoeveel siliconen erin zitten. Zie je?
Want hier kan ik natuurlijk sieraden van maken. Of ik kan deze natuurlijk ook gaan inlijsten. In een gewoon fotolijstje. Als hij mooi geworden is. Dus die laat ik nog even liggen. Maar ja. Ik kan nu natuurlijk stoppen. Maar jullie kennen hem, hè? Precies. We gaan het toch nog even. Dan doe ik het maar even zo. Oh, lianen, is dat slim? Nee, want als je het dus zo giet, lianen, giet je de... Oh, en daar precies. En dat... Oh, ja. Oh, nee. Nee, nee. Laat ik precies die zwarte kwast op mijn grond vallen. Oh. Ja, dat moest ik even snel wegvegen. Kijk, dan haal ik nu dit. Oh, dit vind ik nou een beetje jammer. Waar is mijn zwarte verf? Want dat hoort, ja, daar kan ik dus niet tegen. Hè? Dat is omdat ik, ja, het maakt niet uit. Het is als abstracte kunst, dus dat kan ook zo uit zijn gevallen. Maar zo is het meeste weg. Daar kan ik dus even, kan ik niet tegen. Eigenlijk die ook niet, maar die kan ik niet weghalen. Oké, we hebben nog een beetje parelmoer. Maar ik vind hem toch nog een beetje, en dat doe ik, nee, Liana. Ik zie, ik word er helemaal nerveus van. Ik vind het zo verschrikkelijk leuk. En nou kan ik niet mijn mesje meer vinden waar ik het mee deed. Dan maar met mijn grote paletmes. Waarvoor ik voorheen dus wel mijn swipe deed. Maar wat nooit lukte. Niet zo lang meer. Oké, ik zet hem erop. Ik duw hem er wel in. Je moet wel eens even je ballon zo even ding, 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 ding. En ding. Wauw. En dan doe ik even. En ding. En dan doen we weer hier erop zetten. Duwen. Ding, 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 ding. En ding. En dan is die weer even erop zetten. Duwen en dan zie je op het veld verf verspreid. En dan duw ik hem zo even ding, 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 ding. En boom! Wauw. Ik ga deze even volmaken. Want dan zou ik deze in principe in kunnen lijsten. Nou, dit is dan nu mijn ballon. Die veeg ik wel meteen af. Zodat ik hem weer kan gebruiken voor een ander. Want ik wil dit ook met een witte ondergrond gaan doen. Met mijn andere parelmoerkleur. Oké. De brander gaat er overheen. Deze moet ik hier bovenaan aandraaien. Waarom dit zit, dit werkt niet. Oké, dan is de zijkant. Oh, jammer. Daar komt mijn canvas doorheen. Ik ben heel benieuwd. Maar dat zien jullie in de volgende video. Dan doe ik het met een witte ondergrond. Hoe dat wordt. Ik denk toch dat ik of te veel verf heb gebruikt. Ik weet het niet. Ik vind hem wel mooi, maar... Oh, ik denk dat je dit met blauwe... Nou, deze straal vind ik ook niks. Ik denk dat je dit met blauwe verf... Dan lijkt het gewoon kwallen, volgens mij. Maar ja, dit is de eerste keer dat ik een ballon heb gedaan. En ik had dus ook hier de verf kunnen leggen. En wat ik hier heb gedaan, andersom daarop kunnen doen. Dat had dus ook gekund. Zie je, en mijn straal is niet scherp. Nee, dan moet je wel ook hoger openzetten. Nou, moe. Even wennen, zo'n nieuwe brander. Ja, en ik had er geen siliconen in moeten doen. Dat is wel duidelijk. En misschien toch geen zwart tussendoor. Ja, als, daar schieten we niet mee op. Dit is een leerproces. Ik weet, als ik hem de volgende keer op zwart ga doen, ga ik er geen zwart meer tussen de kleuren. Maar dat is voor een volgende keer. Nou, ik wil jullie dit laten zien. Ik vind het toch erg apart.
Ja, ik heb helaas nog niet goed licht. Ik kan even mijn daglamp die hierboven staat aanzetten, maar volgens mij is dat niet prettig licht. Is dit nou voor mij, als ik nu hier sta, zie ik die parelmoerkleuren geweldig. Helaas zie ik daar het canvasdoek er doorheen komen, dus dat vind ik jammer, hier ook een beetje. Maar in dit licht zie ik veel meer cellen en is die parelmoerkleur, die witte, die is echt, zien jullie dat nu ook? Nou ja, ik in ieder geval wel, maar ik vind dit nu heel jammer dat ik, nou pak ik een beetje het verf wat er omheen zit, want je ziet dus het canvas er doorheen. Dus dan pak ik het een beetje met de verf. Maar er zit ook, ik heb dus te hard, de verf is aan de ballon blijven zitten. Dus op het moment dat ik hem zo terugtrok, ik denk dat ik, je moet hem inderdaad even duwen. Maar ik denk dat ik hem iets, dat ik hem eraf trok, dat ik toen toch te veel verf mee heb genomen. Want jullie hebben gezien, dus dat verf zat op. Zeker voor Liane, altijd. Maar ik heb nou net, en dat kan ik dus nu, door dit licht, kan ik dat precies heel goed zien. Waar ik hem even moet bijwerken. Nou. En dan zit ik allemaal met, oh, nou val ik bijna om, tuurlijk. Dus ik wil jullie, oh jee, bedanken. Oh, dit is trouwens het blaadje. Maar daar zie je dus dat ik veel te veel siliconen erin heb zitten. Nou, bedankt voor het kijken. En tot een volgende video maar weer. Of vlog. Doei.